gone and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here now, scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Life's too short for you to die, so grab yourself an alibi. Heaven knows your mother lied, mon cher. Separate your rights from wrong, so come and sing a different song. The kettle's on, so don't be long, mon cher. So come on. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op de Quality in Sports Happening. Hier zijn voor u onze gastvrouw en gastheer van vanavond, Ilse van Hoeken en Tom Boudeweel. Goedenavond, Zuiderkroon. En goedenavond, Tom. Goedenavond. Allemaal welkom op deze Quality in Sports Happening. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Dat is fantastisch, hè? Tom, het gaat daar over die blinkende awards. Mooi, mooi. Ze staan mooi te pronken en je ziet die blauwe vooraan, dat is een heel speciale. Dat is een public award en die gaat naar My Happy Club 2012. Een club die hier vanavond aanwezig is. Zo is het, hè, Tom. Vanavond ook een geweldige band achter ons, de enige echte Pili Pili! De mannen van Dubbelpaas staan hier tussen ons, maar Dubbelpaas, Hugo, van waar die naam? Wel, Ilse, ik ga je dit zeer graag toelichten, maar allereerst op mijn beurt en ook in naam van Jo, in naam van het Dubbelpaas-team, aan u, beste genodigden, een hartelijk welkom en een bijzonder goede avond gewenst. Dubbelpaas, mag ik even vragen, iets lichter? Weet je, neem gewoon even de microfoon. Normaal gezien geef ik hem nooit af, maar je krijgt hem mee. Dank u. Graag u dus toelichten van waar de naam Dubbelpaas. Misschien is het goed om allereerst te zeggen wat een dubbelpaas is. Wel, in het voetbal, in de sport, gebruiken we hem om, ja, laten we maar zeggen, terreinwinst te boeken, vooruitgang te boeken, met als doel te kunnen scoren. Dit is met andere woorden een interactie tussen twee personen. Het is een collectieve actie. Een collectieve actie, er is er eentje die de aanzet geeft, een andere die een aanspeelmogelijkheid biedt, om juist diegene die de aanzet gegeven heeft, terreinwinst te laten boeken en te laten scoren. Dus dat is een dubbelpas. Goed. Ik denk dat Jo en ik ondertussen, ja, bijna 10 jaar, dit met elkaar realiseren. Aanzetten geven, aanspeelmogelijkheid zijn om, met andere woorden, dingen te realiseren, doelstellingen te realiseren en vooral ook met onze projecten te scoren. Met andere woorden, Jo, wij dubbelpassen permanent met elkaar. Maar wij dubbelpassen niet alleen met elkaar. Wij doen het ook intern binnen ons bedrijf. Wij doen dit onder andere met onze medezaakvoerders Robbie de Sutter, Jo Haantjes. Wij doen dit met onze medewerkers en wij doen dit ook met onze freelance auditoren. En uiteraard
als audit- en consultancybureau in de sport, doen wij dit ook met de sportorganisaties en hun clubs. En ik denk hier bijvoorbeeld aan de Vlaamse Voetbalfederatie, de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Ik denk hier aan de Gymnastiekfederatie. Ik denk hier ook aan de gemeentelijke sportdiensten. Wij doen dit ook met de Bundesliga in Duitsland. Wij doen dit met de Premier League. We doen dit in Finland enzovoort enzovoort. Met andere woorden, Ilse, dubbelpassen, dat is onze business. En het ligt voor de hand dat dubbelpas sowieso onze bedrijfsnaam is. Wow. Dankjewel, Hugo. Ik ga er even tussen komen, hè, met een tackle tussen die en dubbelpas. Jo, het is niet de eerste keer dat we hier staan. Het is eigenlijk de tweede keer. Maar er is elk jaar wel één grote happening. Hoe moeten we deze happening kaderen in hetgeen wat jullie doen? Ik ga uw micro niet afnemen. Mag ook niet. Well, eigenlijk moeten we daarvoor naar onze missie teruggrijpen. En de missie van Dubbelpas luidt om sportorganisaties, uiteraard die sportclub, te gaan inspireren, te gaan stimuleren, te gaan ondersteunen en ook, en dat is vandaag vooral belangrijk, te gaan waarderen. Waarderen, als je vandaag ziet, kwaliteitslabels, kwaliteitsawards, ja, dat is dat vierde luik, mensen die we willen gaan ondersteunen, gaan waarderen. En ja, in onze projecten, vooral hier in Vlaanderen en in België, hebben we heel vaak te maken natuurlijk met vrijwilligers. Vrijwilligers die alles voor een club doen. Niet altijd in de meest gemakkelijke omstandigheden, maar wat we vaststellen is dat ze er, zeker de mensen van de jeugd, eigenlijk toch bijna altijd in slagen om daar iets fantastisch van te maken. Het zijn die mensen die we hier vandaag vooral in de picture willen zetten, vooral in de bloemetjes willen zetten. En daar gaat het om vandaag. Nu, het is niet alleen in die kleinere clubs, Hugo heeft al gezegd, de grotere clubs, zelf van die Bundesliga, zelf van die Premier League. Ook daar stellen we vast dat die mensen van de jeugdverantwoordelijken, zeker dat schouderklopje kunnen gebruiken. En ja, dat is onze missie. Wat willen jullie nog bereiken? Wat is jullie ambitie in de toekomst? Mag ik? Nee, ik geef hem niet meer af, Hugo. Goed. Ik denk eerst en vooral dat wij in Vlaanderen en in België vooral die relaties die we vandaag hebben met sportorganisaties, dat we die willen verder uitbreiden, ze verstevigen en ze duurzaam te maken om juist die sportorganisaties meer kwaliteit, nog meer naar meer succes te laten streven en zelfs die ook te waarborgen. Ik denk dat wij, net zoals, of wij hopen tenminste, net zoals dat we in Duitsland dit hebben kunnen doen met de Bundesliga, dat wij hebben daar mogen bijdragen tot de revival van het Duits voetbal, wel dat we dit hier ook in Vlaanderen en België kunnen doen, maar dan zelfs binnen de breedste sporttakken die er in Vlaanderen zijn, om daar zo op deze manier daadwerkelijk tot een ja, jeugdopleidingscultuur te kunnen komen. Ons project in, of met de Premier League, daar staan we ja, voor een zeer grote uitdaging. Maar die sterkt ons vandaag ook om te zeggen om binnen afzienbare tijd in Europa alle topclubs te kunnen certificeren en een kwaliteitslabel toe te kennen. En we denken ook dat het certificeringsconcept, het kwaliteitsmanagementprojecten dat we aanbieden, dat we dit ook ja, wereldwijd kunnen aanbieden. Dus de slotsom is, de lat ligt te hoog. We hebben ambitie. En ik denk dan, ik kijk dan ook naar de medewerkers, er is een grote toekomst voor Dubbelpas. Wel, ik wens jullie daar ontzettend veel succes bij. Jo van Hoeken en Hugo Schoukes, dankjewel van Dubbelpas en geniet vooral van deze avond. Dankjewel.